aanleiding van 25 jaar speciale vormballonnen op de Vredefeesten werd in Sint-Niklaas een gloednieuw streekproduct ontwikkeld, de ballonpraline. Wel, dit is een ballonpraline ontstaan voor het 25-jarige jubileum van de speciale ballonnen op de markt van Sint-Niklaas. En vroeger had men in de stad Sint-Niklaas, vroeg men regelmatig van, heb je een bepaald streekproduct van de binnenstad in chocolade? Dat hadden we niet. Het enige wat we konden aanbieden was een holgoed vormpje van een luchtballon in chocolade dan. Maar een echt pralinevorm met smaken in, met vullingen in, hadden we niet. En dan zijn we eigenlijk in samenwerking met de stad Sint-Niklaas, die het ontwerp heeft betaald van de vorm. Wat een heel kostelijke affaire is natuurlijk. In samenwerking met hun hebben wij dan deze ballonpraline ontworpen. Ik ben zeker dat het product gaat aanslaan. Het is zo dat we er een heel jaar lang aan gewerkt hebben. Er zijn heel veel betrokken partijen ook. De stad Sint-Niklaas, dienst toerisme. Wij zelf als chocolatier. En iedereen heeft zo zijn eigenheid in het product kunnen leggen. Alles aan dit product is Sint-Niklaas. We hebben de liqueur van brouwerij Verhofstede, typisch Sint-Niklaas. De vormen zijn hier in Sint-Niklaas ontworpen. En niet te vergeten, de chocolatiers zijn van Sint-Niklaas. De ballonpraline is te verkrijgen bij chocolatier Wouters in de Ankerstraat en chocoladeatelier Vijverman in de Begijnenstraat. Voor meer adressen kan u terecht op de website van Sint-Niklaas.